Dus je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer een Naked Shop vlog. De laatste Naked Shop vlog is niet heel erg lang geleden. Maar ik heb er zoveel leuke dingen gevonden bij Naked. Dat ik dacht, ik wil hier gewoon weer heel erg graag een aparte video van maken. En aangezien ik vorige week geen weekvlog heb gemaakt, wilde ik wel gewoon een leuke video voor jullie erop zetten. Dus ik dacht, ik ga een shopvlog opnemen. En ik heb ook weer voor jullie een leuke kortingscode. Dus ik denk dat jullie het niet heel erg vinden. Ik heb echt twee mega grote zakken. Ik heb er hier één. En, oh, ik heb er hiernaast nog één. Echt niet normaal veel. En ik ga het lekker met jullie delen en aan jullie laten zien. En dan gaan we snel beginnen. Ik ga even met iets beginnen wat ik al uit de doos heb gehaald. En dat zijn namelijk deze hakken. Ik zag ze dus in de sale. Volgens mij waren ze echt nog maar 20 euro zoiets. En wij hebben dus binnenkort een verkleedfeest. Dat we dus verkleed moeten als de eerste letter van ons naam. En ik ga dus als V. En ik dacht, ik vind het wel heel erg leuk om dan hakken eronder aan te trekken. En ik vond deze daar wel heel erg leuk voor. Ze zijn echt heel erg mooi blauw. Ik heb ze al eventjes gepast. En ze zitten dus echt heel erg lekker. Maar ik denk dat vooral komt door die plateauzool en door die hele brede hak. Ik heb ze in een maatje 36 en zit gewoon perfect, mijn eigen maat. En ik vind het ook heel erg leuk. Schakjes weer voor in de zomer met een leuk jurkje of zo. Voor het kerst misschien wel, ik heb geen idee. Maar ik heb ze in ieder geval in eerste instantie uitgekozen voor het verkleedfeestje. Dus dat zijn deze. Dan iets wat ik afgelopen weekend al aan heb gehad. En dat is namelijk dit topje. Ik vind deze kleur allereerst echt al prachtig. Het is echt een beetje zo'n taupe kleurtje. En hij loopt dus een beetje, ja, hij loopt dus zo. Hier zit hij dus iets hoger, hier zit hij iets lager. En ik vind het echt heel erg mooi. Aan de zijkant heeft hij dat gedrapeerde effect. En hij sluit gewoon echt heel erg mooi aan. Het is ook een beetje zo'n soort skimstofje. Dus hij zit heel erg mooi om je huid heen. En ik heb deze in een maatje XXS. En deze zat eigenlijk echt perfect. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ze hadden hem ook nog in het blauw volgens mij. Maar ik vind dit grijze taupe kleurtje laatst zet wel heel erg mooi. Dus vandaar dat ik voor deze heb gekozen. Dit topje had ik dus van de week al aangehad. Maar kijk, hier heeft hij dus ook een soort van kleine twist aan de zijkant. En hier is hij gewoon breed. Deze ook echt heel erg mooi. En hij sluit dus heel erg mooi aan. Lekker stofje. Een beetje een soort skimstofje wat ik al zei. Heel erg leuk vind ik deze ook. Ook mooi met een rok of zo. Of een broek. Of dit kan je natuurlijk ook overal mee dragen. Dan heb ik een blazer, of nou een soort blazerjas van de Claire Rose collectie. Ze hadden deze ook nog in een donkerblauwe kleur, maar ik ben weer een beetje voor die bruin-grijze taupe kleur gegaan. In een maat 32. En dit is dus een blazer, maar eigenlijk is hij wel een stukje dikker. Dus je zou hem ook nog bijvoorbeeld in de lente of begin herfst als jas kunnen dragen. Maar dat is dus deze. Er zit ook schoudervulling aan allebei de kanten. Logisch, aan allebei de kanten. En best wel hard en stevig ook. En verder is het gewoon echt een hele dikke blazer. Je kan het op beeld denk ik niet echt heel goed zien. Maar hij is gewoon echt een stukje dikker. Ook hier. Het lijkt wel alsof er gewoon een soort vulling in zit. Volgens mij zit er ook een soort vulling in. En deze is dus van de nieuwe Claire Rose collectie. Ik vond dat ze echt hele leuke dingetjes in de collectie had. Dus daarvan heb ik deze uitgekozen. Deze blazer. En eigenlijk hebben we echt meer dan genoeg blazers. Maar goed, ik vond deze echt heel erg leuk. Deze blazer is best een beetje groot. Dat is echt op maat 32. Maar hij voelt wel echt lekker dik aan. Ik vind hem ook leuk in combinatie met dit shirtje qua kleur. Het is echt een meer soort jasje eigenlijk dan een blazer. Een soort blazer jasje. Ik kan er bijvoorbeeld ook nog wel lekker een trui onder doen. Want hij is wel weer wat groter natuurlijk. Dus dat is wel leuk. Oké, dan gaan we door naar alles wat nog wel in de verpakking zit. En ik heb hier allereerst een trui. Een grijze. En deze heeft als het goed is een open achterkant. Grijs gebreide trui. Beetje gemêleerd met verschillende kleuren grijs erin ook. En aan de achterkant, dat vond ik dus leuk aan deze trui, is die dus helemaal open met zo'n strikje. Ik vond het echt heel erg schattig. Ik heb dus eigenlijk normaal gesproken bij Naked altijd wel een XXS. Maar ik dacht, ik doe nu een XS, dan valt hij iets groter. Maar hij is alsnog niet heel groot. En deze is wel gewoon van de normale Naked collectie volgens mij. Heel erg leuk vind ik dit met de spijkerbroek en lekker uks eronder. En dan fotootje leuk vanaf de achterkant. Helemaal leuk vind ik dit. Deze trui had ik denk ik eigenlijk liever nog wel aan een maatje groter gewild. Zodat hij iets meer oversized was. Maar in principe zit hij verder ook prima. Hij is alleen gewoon wat korter. Maar ik vind vooral die achterkant gewoon heel erg leuk. Dit schrikje moet wel eventjes iets strakker nog. Zo. Met een leuke spijkerbroek of een leuk rokje of zo kan het ook heel erg leuk zijn. Ik kreeg wel echt mijn hoofd heel erg lastig door dit gat heen. Of ik heb een groot hoofd of hij zit gewoon wat strakker aan de bovenkant. Ik zie hier weer iets blauws. En dit jurkje dacht ik is misschien wel leuk voor
kerst. Want wij vieren met die meiden Sinterkerstnieuw. Dus zeg maar Sinterklaas, kerst en oud en nieuw soort van in één vieren. Ik dacht, misschien is dit jurkje daar wel heel erg leuk voor. Het is misschien niet echt een kerstkleur, maar ik vond hem wel heel erg leuk. Nu op beeld zie je het niet zo goed. Het is dus een off-shoulder strapless jurkje. En heb je hier dus twee van die flappen. Die je dus aan de voorkant kan knopen, waardoor je van die mooie taille erin krijgt. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Ik mag nog wel eventjes naar de zonnebank als ik dit aan wil trekken. Ik heb deze in een maatje 32 en hij is van de Basma Mada collectie. Die ken ik zelf niet, maar heel erg leuk. Aan de zijkant zit ook een rits om hem dicht te doen. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat staan. En dit blauwe jurkje. Ik vind deze ook echt heel erg mooi. Ik was eventjes bang dat ik hem niet dicht kreeg. Ja, het laatste stukje was alleen niet helemaal. Ja, nu wel. Maar hij past. En dit is dus, kijk, dit zijn die twee losse flappen. Een beetje engeltje zo. En dan kan je die dus zelf nog strikken. Hoe strak of hoe los in beeld kan je er ook een knoopje in maken of een strikje. Maar ik vind dit echt heel erg leuk. Misschien niet helemaal voor kerst, maar wel ook weer voor de zomer. Even kijken, dan heb ik iets voor de zomer uitgekozen. Ja, ik hou gewoon echt van de zomer. Ik vind die herfst zo vreselijk. Ik snap ook echt niet dat er mensen zijn die kunnen zeggen dat herfst een lievelingsseizoen is. Want het regent alleen maar, het is koud. Niks leuks aan vind ik. Maar goed, met alvast het zicht op de zomer heb ik dus deze gele bandeaujurk besteld. Ik vond hem echt heel erg mooi. Deze is volgens mij, oh nee, ik dacht dat hij ook van een collectie samen was, maar hij is gewoon van Naked zelf. Deze heb ik ook weer in een maatje XXS. En het is gewoon een hele lange, strakke jurk met aan de zijkant dus nog een split. En aan de bovenkant voel ik dus dat hij ook zo'n plakrandje heeft, waardoor hij gewoon goed en mooi blijft zitten. De kwaliteit voelt echt heel goed aan. Ik ben heel erg benieuwd. Ik kan niet wachten om deze in de zomer te dragen. Dit kan ik natuurlijk echt nog niet dragen. Maar vind ik wel heel erg leuk voor in de zomer. Altijd zo'n geel kleurtje. Het stofje is ook heel erg mooi. Hij schijnt wel een klein beetje door. Maar als je er van die tepelplakkers onder plakt, dan kan het natuurlijk wel gewoon. Verder vind ik hem echt heel erg leuk. En hij is dus ook een hele lange split hier. Ik weet niet of je dat ziet. Die begint een beetje op de helft van je bovenbeen. Dus dat is deze. Dan heb ik iets besteld wat ik al in gedachten had om met elkaar te gaan dragen. En dat is namelijk als eerst deze trui van de Hannah Schoeneberg collectie. Althans, volgens mij heet het de Picked by Hannah collectie. En dat is deze beige kabeltrui. Oh, ik ben blij dat hij wat groter valt. Dat is deze. Deze heb ik in een maatje S besteld. Ook omdat ik weer wilde dat hij weer iets meer oversized viel. Nou, volgens mij valt hij behoorlijk oversized. Ik vind deze kleuren echt heel erg mooi. Weet je, dat wit met beige en helemaal leuk. En die had ik dus in mijn hoofd met deze bodywarmer. Deze is ook van de Hannah Schoeneberg collectie. En deze dingen zijn elke keer zo mega snel uitverkocht. En toen zat ik dus te kijken, want ik had de code gekregen van Naked om weer dingen te bestellen. En toen zag ik dus dat ze er nog eentje hadden in de maat 36 van de bodywarmer. Dus toen dacht ik, ja, die moet ik gewoon hebben. Ik denk dat die echt veel te groot gaat zijn, maar dat maakt me helemaal niks uit. Dat is namelijk deze. Kijk nou, hoe leuk is dit? Dit is toch leuk. Ik heb dus laatst van Lovis een jas gekregen. Die lijkt hier heel erg op. Die heeft dan lange mouwen. En dit is dus gewoon zo'n body warmer model. Hij heeft hier ook een band in het midden. Zodat je hem nog een beetje kan strak trekken. Ik denk dat dit bij mij wel echt als een jurk valt. Omdat het natuurlijk maat 36 is. Maar ik vond hem zo leuk. Ik moest hem gewoon hebben. En ik dacht, dit is toch helemaal leuk met deze trui er dan zo onder. Ja, ik zag dit helemaal voor me. Lekker uks eronder. Ik vond het heel erg leuk. Dus deze, ik kan hem bijna niet laten zien, zo groot is die. Maar deze dus. Allebei van de Picked by Hannah collectie. Hannah Schoeneberg. Dit is allereerste trui. Hij is dus lekker oversized, wat ik graag wilde. Hij heeft ook van die wijde mouwen, wat ik echt heel erg leuk vind. En het kleurtje is gewoon leuk. Lekker met, oh, ik heb nu geen sieraden om, maar gewoon met gouden sieraden erbij. Heel erg leuk vind ik deze. Ik ga nu eventjes die jas eroverheen aan doen. Oké, hij is een beetje groot. Maar ik vind dit toch leuk. Kijk, je kan hem dus ook nog met het riempje zo strakker maken. Dat je toch nog een beetje talje erin krijgt. Want eigenlijk is het natuurlijk gewoon een grote jute zak wat je om je heen hebt. Ik vind dit heel leuk. Ook met die trui eronder. Heeft hij ook zakken? Oh ja, hij heeft ook zakken. Ja, ik vind dit heel leuk. Dit is dus die maat 36. Hij is dus een beetje groot, maar goed. Misschien kan je dit ook nog wel omslaan. Dan lijkt hij ook alweer iets minder groot. Ook nog wel leuk. Dan heb ik nog een lekker truitje. Als het goed is. Volgens mij was dit een trui.
Die heb ik in een maatje S besteld. Ook zodat die denk ik iets meer oversized zou vallen. Kijk hoor. Hè, wat is dit? Oh, ik weet het alweer. Heb ik dit in een S besteld? Ik weet niet waarom ik dit in een S heb besteld. Maar goed. Dit is in ieder geval zo'n off-the-shoulder trui. En ik heb deze dus in mijn vorige Naked Shop nog ook laten zien. Maar dat was van een wat dunner stofje. Een beetje een soort badstof. En dit is echt van dat lekkere, zachte, fluffy spul. Vond ik ook echt heel erg leuk. Lekker voor de herfst. Zo cozy ziet het eruit. Ik weet niet. Ik vond het gewoon echt heel erg leuk. Waarschijnlijk was S nog de enige maat die ze hadden. Dat ik daarom een S heb gekozen. Ik hoop dat die goed zit. Ik denk het wel. Maar dit vind ik ook weer heel erg leuk. Met een spijkerbroek en dan uks eronder. Of juist met een rokje en laars eronder. Echt helemaal leuk. Deze is gewoon heel schattig. Lekker zacht ook. Hij is echt heel erg zacht. En ik ben eigenlijk best wel blij dat ik er een S van heb genomen. Want hij zit eigenlijk gewoon prima zo. Ik had hier niet een maatje kleiner van moeten hebben, denk ik. Heel leuk. En ook aan de achterkant zo. Met die flap eroverheen. Lekker spijkerbroekje eronder. Uks eronder. Helemaal leuk. Dan heb ik hier nog een topje. Volgens mij had ik dit dus ook een beetje besteld met het vooruitzicht op de feestdagen. En dat is namelijk deze. Ik weet niet, ik vond hem op de set echt best wel leuk eruit zien. Boven is hij dus wat meer een beetje poofy, als je dat zo noemt. En dan daaronder zit een wat strakkere band en dan loopt hij weer wijder uit. Een beetje een soort peplum top. Ik heb deze ook weer in een XS, of in een XXS. En aan de bovenkant heeft hij weer zo'n plastic laagje, waardoor hij gewoon goed blijft zitten en niet afzakt. Lekker zwart, maar ik vind het wel heel erg leuk op een mooie zwarte pantalon en dan hakjes eronder. Of juist op een spijkerbroek met zwarte hakken eronder. Ik zag dit wel helemaal voor me, dus die. Dit topje, ja, let even niet op, want ik heb er een sportlegging onderaan. Maar deze vind ik echt heel leuk. En er zat echt heel veel stretch in met aantrekken. Dus er ging ook echt heel erg makkelijk aan, want er zit verder geen rits of iets in. Maar ik vind dit heel leuk. Met een mooie pantalon eronder. En dezelfde kleur lijkt het ook net gewoon alsof je een pak aan hebt of zo. En dan vertelde ik natuurlijk net over die bodywarmer van Hanna Schoenenberg. Dat die elke keer was uitverkocht. En toen had ik mijn bestelling geplaatst. En toen die avond ging ik nog even zelf op Naked kijken. En toen zag ik opeens dat de twee bekende jassen in diezelfde stijl dus weer op voorraad waren. Dus toen heb ik met mijn eigen kortingscode heb ik die jassen besteld. Ik ga ze niet allebei houden. Ik ga eventjes een keus maken. Welke van de twee gaat worden. En die zitten dus hierin. Maar van eentje hadden ze alleen nog maar 36 en van de andere een 32. Ik denk dat die 32 trouwens wel goed gaat zitten. Maar ja, dan heb ik wel twee dezelfde kleuren. Want ik heb deze in een maatje 32. Oh, deze is al heel groot. Dit is een 32. Hij is wel echt mega, mega leuk. Maar deze is eigenlijk gewoon precies dezelfde als die bodywarmer. Alleen dan met mouwen. Ik vind deze wel echt heel erg leuk. Maar ja, ik heb natuurlijk die bodywarmer al in deze kleur. Maar goed, ze hebben dus ook nog een andere kleur. En dat is deze bruine kleur. Die vind ik ook echt prachtig. Maar die hadden ze dus alleen nog maar in de maatje 36. Dus ik dacht, weet je, ik bestel het gewoon en kijk gewoon hoe ze zitten. Qua kleur zou ik eigenlijk het liefst deze willen houden. Omdat ik dan die bodywarmer in de lichte kleur heb en deze in de donkere. Maar ik denk dat qua maat die lichte wel weer beter zit. Maar goed, we gaan het zo meteen zien met de aanbeelden natuurlijk. Volgens mij, ja, ik weet niet. Het lijkt alsof het helemaal niet zo heel erg veel verschilt. Maar dat is dus deze. Dat is een donkerbruine en dan is dit weer wat lichter. Ik vond deze ook echt zo mega leuk. Ook bij Hanna Schoenenberg erin zat ze hem aan en ik vond het zo leuk eruit zien. Dus ik ben heel erg blij dat ik hem in ieder geval heb kunnen scoren. Ik weet dus alleen nog niet welke ik ga houden, maar goed. Dit is dus in ieder geval die andere kleur. Ik vind echt allebei trouwens echt hele mooie kleur hoor. Dit is de jasversie van de bodywarmer. En eigenlijk merk je dus echt niet zo heel veel verschil. Want dit is natuurlijk een 32. Kijk, hier heb je dan natuurlijk wel mouwen erbij zitten. Die zitten op zich prima. Maar qua lengte en zo is die best wel een beetje hetzelfde als die bodywarmer. Maar goed, we kunnen natuurlijk zo meteen met die bruine nog kijken. Ik vind dit zo leuk. Nou, ik heb nu die 36 aan. Maar ik vind echt oprecht dat je bijna geen verschil merkt in die maten. Want dit is natuurlijk een 36 en die andere een 32. Nou, ik zie niet heel veel verschil. Hij is wel ietsjes langer. Misschien dat jullie iets meer verschil zien. Maar ik vind deze ook echt zo leuk. Ik vind deze kleur ook gewoon heel erg mooi in combinatie met dat donkerbruine. Verder qua armen zit hij eigenlijk ook best wel prima. Hij is een beetje groot, maar ik vind het ook wel een soort schattig staan. Ik kan natuurlijk ook nog zo omvouwen. Ja, ik vind het heel leuk.
Dit waren dan alle items die ik van Naked heb gekregen. Ik ben er best wel snel doorheen gegaan volgens mij. Maar jullie zien natuurlijk ook nog de aanbeelden. Dus ik kan wel helemaal gaan uitleggen welke kleur het is en wat dan ook. Maar dat zien jullie ook wel, denk ik. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En ik heb natuurlijk ook weer voor jullie een kortingscode. Die komt in beeld te staan. En ik zet alle linkjes eventjes in de beschrijving van alle items die ik bij Naked heb geshopt. En daar zou ik ook nog een keertje de kortingscode bij zetten. Vergeet me ook niet op Instagram te volgen, want daar deel ik ook altijd kortingscodes. Soms komt de Naked kortingscode daar iets eerder online dan op YouTube. Dus heb je net eventjes iets langer de tijd. Dus volg me daar ook zeker op. En dan hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer.